kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een leertips video voor jullie. Ik heb al een keer eerder zo'n video gemaakt, die ging er alleen iets minder serieus aan toe. Wil je die zien? Klik dan hier ergens bovenop dat witte dingetje. Maar ja, ik ga jullie dus nu tips geven hoe je het beste kan leren voor toetsen en dat soort dingen. Dus blijf zeker even verder kijken en laten we beginnen met de video. Nou, tip nummer 1 is gelijk, zoek een fijne plek uit om aan te leren. Ik werk zelf altijd aan mijn bureau, tenzij het heel mooi weer is, dan leer ik buiten. Of als ik alleen thuis ben, dan leer ik beneden aan de tafel. Zorg ook dat het netjes is wat je hebt. Dus dat je gewoon een fijne, nette plek hebt om te werken. Want dan word je ook weer minder snel afgeleid. En dat is echt veel fijner. Nou, dit is mijn bureau. Ik vind hem echt heel fijn. Alleen in plaats van het linkerkastje stond eerst een paal. Maar ja, ik had gewoon meer ruimte nodig. Dus mijn vader heeft daar een kastje gezet en die paal eraf gehaald. Nu staat de plank dus los op die twee kastjes. En ja, ik vind het gewoon heel erg fijn nu. Ik heb heel veel ruimte. Zorg dat je al je huiswerk goed inplant, want als ik dat niet doe, geloof me echt, dan gaat alles door elkaar in mijn hoofd. Dus ik maak altijd een hele planning voor de week wat ik ga doen. Het is echt heel fijn. Je moet het gewoon eventjes doen en je zal zien dat het echt veel fijner is. Als je denkt aan leren, dan denk je natuurlijk gelijk, oh dat is echt saai, moet ik weer gaan leren. Maar leren hoeft echt niet zo heel saai te zijn. Je kan het namelijk ook gewoon leuk maken. Zorg gewoon dat je leuke kleurtjes hebt en markeerstiften waarmee je gewoon je werk leuk kan maken. Dat maakt het natuurlijk al een heel stuk vrolijker als je dat doet. Je kan bijvoorbeeld leuke kaftanen die je vrolijk maken bij de HEMA ofzo. En ja, daar word je gelijk al vrolijker van. Ook kan je gewoon leuke markeerstiften gebruiken. Ja, dan is je werk ook overzichtelijk en leuk. Of ja, stel je voor je hebt heel veel losse blaadjes. Dan kan je het ook aan elkaar maken door zo'n paperclipje te gebruiken. Dan heb ik hier nog een speciaal laadje met allemaal ja, washi tape. En kleine dingetjes die heel handig zijn voor het maken bij het huiswerk. En dat vind ik er gewoon leuk uitzien en ook nog eens een keer heel handig. Ook gebruik ik vaak markeerstiften. Deze gebruik ik altijd en ik vind het gewoon heel fijn. Dan heb ik nog echt een hele goede, fijne en leuke tip voor jullie om je huiswerk te leren. Want ik heb bijvoorbeeld altijd bij geschiedenis dat ik dan begrippen moet gaan leren. Ik heb daar echt een leuke tip voor. Je kan bijvoorbeeld musical.ly's maken door ze zelf in te spreken en daarna ga je ze gewoon nadoen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik ga het je nu laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld het begrip interglaciaal en de betekenis daarvan is warmere periode tussen twee ijstijden in. Nou, wat je dan doet is je opent musical.ly, je gaat naar dit plusje, dan klik je op eerst opname en dat betekent dus dat je gewoon zelf kan zeggen wat je wil opnemen en dat kan je dan daarna als eigen musical.ly gebruiken. Interglaciaal, periode tussen twee ijstijden in en dan kan je gewoon de musical.ly gaan opnemen. Interglaciaal. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar je leert het zo echt veel beter. Ik heb het zelf met geschiedenis gedaan en bij de begrippen ging het bij mij altijd mis op de toets. Maar nadat ik dit een paar keer had gedaan, toen ging de toets echt veel beter dan normaal. Dus het is echt een tip. Stel je voor dat je nou echt niet die moeilijke wiskundesom begrijpt. YouTube is echt de oplossing. Je typt gewoon in op YouTube wat je wil en je krijgt zoveel uitleg over hoe je iets moet doen. Je gaat naar YouTube. Bijvoorbeeld stel je voor je snapt van wiskunde kwadratische formules niet.
ik noem maar eventjes wat hoor. Dan zie je zoveel dingen op YouTube. Heel veel uitleg zie je al gewoon van allemaal mensen die dat gaan uitleggen. Dus het is echt heel fijn, zeker een tip om YouTube te gebruiken. Maar je moet dan niet afgeleid raken door de andere video's die je dan weer tegenkomt op YouTube. Want dat is iets wat ik soms ook wel heb. Wat ik heel fijn vind is om muziek te luisteren tijdens het huiswerk. Stel je voor je hebt geen wifi. Dan heb ik echt een handige app om zonder wifi gratis muziek te luisteren. iMusic, die ziet er zo uit. Het is het witte symbooltje. Nou, ik open dus de app. Dan kies ik een leuke afspeellijst uit. Ik heb hier ook OMW en die gebruik ik altijd als ik onderweg ben. Super handig, want de clip zit er dus ook bij. En dan kan je gewoon YouTube video's kijken zonder dat je wifi nodig hebt. Dus ook gewoon in het buitenland. En als er staat catch it, dat betekent dat je hem altijd en overal kan kijken. Hier zie je ook een oranje geladen balkje. Als die helemaal oranje is, dan kan je hem dus ook overal kijken en luisteren wanneer je maar wilt. Super fijn. En tijdens het huiswerk gebruik ik soms ook een speaker. Maar meestal doe ik altijd mijn oortjes in, omdat ik dat gewoon fijner vind. En als laatste nog een tip. Hou goed je agenda bij. Voor het normale huiswerk heb ik een app. Dat is Labda. En dan kan je gewoon al je huiswerk en cijfers zien. En ook alle toetsen staan erop, maar niet iedereen zet de toetsen erop. Dus die doe ik altijd in mijn agenda schrijven. Maar waren dit dus alle tips en ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei!